Een van de belangrijkste Nederlandse awards is natuurlijk de Engel van het Jaar. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus van een niet-christelijke politieke partij die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor een ideaal dat past binnen de christelijk-sociale traditie. Deze award wordt uitgereikt door Perspectief. Dat is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Al deze jongeren bij elkaar willen christelijke politiek steunen, ontdekken wat politiek is en daarnaast impact hebben op de samenleving. Daar hoort de uitreiking van deze award al 8 jaar bij. We gaan zo op bezoek bij de winnaar van 2014. Kleine hint, het heeft te maken met wat jij en ik op dit moment dragen. Let's go! Goedemorgen. Dag, welkom. Goedemorgen. Dag, dankjewel. Hallo. Kom binnen. Dank je. Ik dank u wel dat we hier even mogen zijn. We staan hier dus inderdaad bij de winnaar van 2014, Lilianne Troeber. Meer dan verdiend. Wij zijn zelf naar Bangladesh geweest. We hebben daar gezien hoe het eraan toe is. En we zijn meer dan trots dat een Nederlandse minister zich zo hard inzet voor de situatie daar, voor de mensen daar. En toen we na moesten denken over wie zou nou de Engel van het jaar 2014 zijn, toen hoefden we niet lang na te denken, want de onbetwiste winnaar staat hier. Bij deze, de award Engel van het jaar 2014. Nou, wat bijzonder. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, die ga ik een heel mooi plekje geven. En de bloem ook. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik voel me buitengewoon vereerd. Want Engel van het jaar word je niet elke dag. Maar ik vind het vooral fijn dat het een gelegenheid is om nogmaals aandacht te vragen voor de situatie in de kledingindustrie in Bangladesh, maar ook in andere landen. Terecht dat jullie vanuit de ChristenUnie jongeren, denk ik, daar ook heel veel aandacht voor hebben. We hebben met elkaar, met mensen zoals jullie, de overheid van Bangladesh, de kledingindustrie zelf, heel hard gewerkt om de situatie te verbeteren. Er is een akkoord ondertekend. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet in Bangladesh, maar ook niet in een aantal andere landen, Pakistan, noem ik bijvoorbeeld Cambodja, Myanmar. Dus we moeten wel ook, denk ik, in het nieuwe jaar met elkaar de schouders eronder blijven zetten om te zorgen dat de situatie verbetert. Want iedereen moet gewoon in veiligheid zijn werk kunnen doen en wij moeten een t-shirtje uit het rek kunnen pakken en zeker weten dat iemand daar een fatsoenlijk salaris voor heeft gekregen. Dus enorm bedankt. Nou, ik zie het, mag ik het als een aanmoedigingsprijs zien om te gaan? Absoluut. Ja, natuurlijk hopen we dat u zich fantastisch blijft inzetten. Ja, dat ga ik zeker doen. Nog 3 vragen. Ja. Heeft u een concreet goed voornemen voor 2015? Ja, nou, ik wil heel graag dat we met elkaar doorgaan om te zorgen dat die kledingindustrie een plek is waar mensen op een veilige manier kunnen werken en waar ze een fatsoenlijk salaris krijgen. Ja. Ik denk als wij nu achterover gaan leunen, dat zou het allerslechtste zijn wat we kunnen doen. Ja. We hebben vooruitgang geboekt, maar er moet nog heel erg veel gebeuren. Dus dat blijf ik dit jaar ook doen. Wij waren daar, zelf ook als ChristenUnie jongeren afgelopen jaar. En we stonden daar op de puinhopen van Rana Plaza. En toen vonden wij een heel bekend merk. United Colors of Benetton. Hmm. En dat is een van de voorbeelden van bedrijven die nog geen compensatie hebben overgemaakt naar slachtoffers die daar gevallen zijn 1,5 jaar geleden. Kunt u niet een telefoontje plegen met uw Italiaanse collega om misschien een stap te zetten richting compensatie door een bedrijf als Benetton? Ja, dat vind ik een uitstekende suggestie. Ik heb in juni samen met mijn Europese collega's al die bedrijven opgeroepen per brief om zich in te zetten, om te zorgen dat ze de bedrijven in hun land ook betalen, de bedrijven die werkzaam waren op Rana Plaza. Dat heeft wel wat resultaat gehad, maar nog lang niet voldoende. En ik zal dus de komende maand telefoontjes plegen, zoals je terecht en goed suggereert, om hen nogmaals aan te moedigen om dat te doen, want dat compensatiefonds moet gewoon gevuld. En nog een laatste vraag, misschien kunt u de kijkers iets meegeven, de ChristenUnie iets meegeven. Nou, allereerst aan alle ChristenUnie jongeren enorm bedankt voor deze mooie aanmoedigingsprijs. Je krijgt een mooi plekje en met jullie steun en steun van veel mensen in Nederland ga ik door met te zorgen dat de kledingindustrie veilig wordt. Belangrijk dat jullie je stem blijven verheffen in 2015. Ontzettend goed dat sommige van jullie in Bangladesh zijn geweest. Ook als consument hebben we een belangrijke rol te spelen. Laat je horen, laat weten hoe belangrijk je het vindt dat je kleding op een veilige manier is gemaakt. En het kan best betaalbaar
En dat mensen ook nog een fatsoenlijk salaris verdienen. Dus een heel gelukkig nieuwjaar. Alle goeds voor jullie. En ik hoop dat we samen kunnen blijven werken. Dankjewel. Dit was hem dan. De uitreiking van de Engel van het jaar 2014. Lilianne Ploemen. Wij blijven met het thema bezig. De minister ook. Wil je nou meer van ons weten? Of van wat wij ermee gedaan hebben? Check dan even onze website perspectief.nu. Tot ziens.